Op de wrakken zit dus veel vis. Zou er ook door de beroepsvissers op de wrakken worden gevist? En zo ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, de beroepsvissers gaan zeker naar de wrak. Er wordt door staandwandvissers op de wrakken gevist. En sleepnetvissers die vissen er vlak langs. Wij vissen met zogenaamde staande netten. Dat zijn netten die zet je neer en de vis die probeert daar doorheen te zwemmen. En die raakt verward in die netten. Die draait zich erin of die raakt met zijn kieuwen daarin verward. En wat wij doen is die wrakken die lokaliseren we. Dus we weten waar die liggen en dan schieten we 1 of 2 of 3 rijtjes netten over of langs of voor het wrak. Net wat het inzicht is waar je denkt dat de vis zit. En die laat je dan in de regel een tij staan. En na het keren van een tij, dan haal je die weer op. En als het goed is, zit die vis erin. Ook sleepnetvissers proberen, omdat er zit bij een wrak vaak wel wat meer vis dan op de kale zandbodem. Die proberen wel vaak vlak langs een wrak te vissen. Het is visgebied en we raken al heel veel visgebied kwijt aan pijpleidingen, boorinstallaties, Natura 2000 gebieden, windmolenparken. Dus het is voor ons een heel belangrijk punt om zeg maar, de mogelijkheid om op die wrakken te vissen. Ook omdat we bijvoorbeeld met de tongenvisserij er vlak langs soms gaan. Nou ja, en dan heb je bij een wrak zitten ook vaak wat grotere tongen en wat tarbotten en zo. Dus dat is mooi meegenomen. En je hoeft niet helemaal om te varen en uit te wijken. Dus in die zin blijven die wrakken voor ons een belangrijk visgebied. Maar niet omdat er, net als 10, 20 jaar geleden, enorme concentraties vis, kabeljauw op zitten.